mensen van GameTown, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van Stranded Deep. Ik ga weer door met het survivalen op mijn eiland. Oh. En één hit en de boom valt al meteen om. Lekker dan. Oké. Okay. Sorry dat het weer een beetje donker is. Daar kan ik niks aan doen. Ik zet de night vision wel weer even aan. Kun je tenminste nog een beetje zien wat ik aan het doen ben. Vandaag ga ik beginnen met het hakken van deze boom en een bedje te maken. Ik ga geen hutje meer maken, want ik heb de vorige keer toen ik dacht... Oh, wacht. Dit ga ik even opnieuw zeggen, hoor. Want dit sloeg nergens op. In die vorige ronde, toen heb ik een hutje gebouwd, maar daar heb je helemaal geen flikker aan. Aangezien je nergens voor te schuilen hebt of zo. Dus vandaar dat ik dat dit keer niet ga doen. Het enige wat ik wel nuttig vond was een bed. Omdat je dan de tijd vooruit kan laten gooien. En een leven erbij kan krijgen. En dan hoef je niet de hele tijd in die donkere nacht te zitten. Dus ik ga vandaag beginnen met het maken van een bedje. Doe alvast weer even een duimpje omhoog, mensen. Je weet hoe meer duimpjes omhoog, hoe sneller de volgende aflevering is. Ik doe echt mijn best om dit zo vaak mogelijk te uploaden. Omdat ik weet dat jullie het leuk vinden. En omdat ik het zelf ook echt een leuk spel vind. Ik hou echt wel van survival games. Dat vind ik heel erg leuk. Oké, ik heb hier nou heel veel sticks. Sticks genoeg hier eigenlijk. Even kijken hoe laat het. Het is nacht. Oké. Hoe is het met mijn eten en zo? Mijn honger is groot, maar dat komt wel goed. Want ik heb kokosnoten. Oké, hier heb ik een hele boom. Zie ik dat? Heel deze boom heb ik omgehakt. En dit is wat je dan krijgt. Oké, cool. Voor een bedje heb ik nog 5 lashings nodig. Dus die ga ik even yuka's zoeken. Ik zie daar een yuka. Yuka. Omhakken. Kom op. En dood. Goed, dat zijn er weer 2. Kun je nog 2 yuka's vinden of 3 yuka's vinden? Yuka. Palm tree. Nee, yuka. Ik heb een yuka nodig. Gewoon even in het donker kijken. Ik zie geen ene flikker hier, mensen. Is hier een yuka? Hier is een yuka misschien. Ah, lijkt op een yuka. Oh, ik zie echt geen ene flikker. Timo, kijk dan in de spiegel. Dan zie je wel een flikker. Hahaha. Oké, ik ga even drinken. En dan op de grond gooien. Dan kan ik even eten. Nya. Ik moet weer even een plekje vrijmaken in mijn inventory. Omdat ik anders die lessings niet kan oppakken. Oké, even een hapje eten hoor, jongens. Oh, kut. Nou kan ik de lessing niet meer vinden. Waar zit het? Waar ligt het spul? Fuck. Kut. Oké, wacht. Even kijken hoor. Ja, hier al. Ah, gevonden. Oké, cool. Oh, vind dit helemaal niks. Oh, maar de maan gaat wel weer bijna onder. Dus het wordt waarschijnlijk weer dag. Ja, het wordt ook wel steeds lichter weer. Maar toch wil ik even een yuka vinden, want dan kan ik een huisje bouwen. Of een bedje bouwen, sorry. Zeg ik nou een huisje bouwen? What the fuck? Wow, rustig mensen. Oh, dikke disco hier ineens. Wow. Zie je dit? What the fuck? Oké. Ja, dat was raar. Oké, maar misschien dat ik nou wel een yuka kan vinden. Yuka. Volgens mij heb ik alle yukas op mijn eiland al kapot gemaakt. Nee. Ja, alles is weg. Alles is kapot. Hier nog een potato plant. Oké, maakt niet uit. Ik zie wel iemand die roet in het eten gaat gooien. Want er zit daar een haai. En die gaat mij waarschijnlijk doodmaken als ik zo meteen naar die shipwreck probeer te gaan. Maar goed. Oké, lashings. Even hier op de grond pleuren. Hup. Die kunnen ook hier op de grond. Dat mag ook hier op de grond. Die heb ik ook niet echt nodig meer. Ik wil gewoon zo weinig mogelijk spullen bij hebben. Oké, dan ga ik nog even een speer maken. Want die kan mij helpen mezelf te verdedigen. Dus ik heb ook even 1 stick. Dit wordt mijn stickvoorraad hier zo. Ik zie het ligt er wel cool bij, vind ik persoonlijk. Oké, let's go. Ja, misschien moet ik wel even een haai gaan doden. Waarom, Timo? Dat is zielig. Nee, die haai moet dood. Het is of die haai of ik. Wat is dit? Oh, hier ligt ook gewoon een fucking... Oh, is dat mijn waterbottle die helemaal is weggerold of wat? Ja, what the fuck? Blijf hier liggen, jongen. Waar zijn de rotsen op dit eiland? Oh, ik neem trouwens ook even wat van die dingen mee, want dan kan ik een fire pit maken. Of een fire spit. En dan kan ik die krab even roosteren. En dan heb ik weer wat lekker eten. 1 steen nog maar, jongens. Ik hoef nog maar 1 fucking steen. Dus werk alsjeblieft een keertje mee. Ja, een steen. Oké, nice. Even bukken. Hoe doe ik ook weer? Nice. Ik vind dat er wel even eigenlijk... Het is dat ik weet dat je gewoon er tegenaan moet blijven mappen. Maar op zich zou die wel een geluidje mogen maken van... Hey, Timo, op zich raak je hem nu wel, weet je wel? Oh, hey, als ik een steen nodig heb voor een speer. Dat zou echt een night zijn, jongen. 2 sticks, 1 rock shard. Oh, 2 sticks. Oké, dan moet ik even een stick erbij gooien. Nou, die heb ik toevallig. Kijk, crude spear. Hoppa. 3 sticks plus 1 lashing. Oké. Nou, lashing heb ik genoeg, zo te zien. Zo. En dan fire spit. Hoppa. Alright. En dan de krab erop. Hop, ga jij hem lekker branden in hel. Oké, alles even hier achterlaten. Ik heb volgens mij zojuist mijn ex geduplicate. Ja, lol. Fucking glitch. Ik heb gewoon 2 exes nu. Oké, ik weet niet hoe ik het deed, maar ineens had ik 2 exes. Oké, nou, boeien. Oké, goed, we gaan kijken waar de shark is. Even in een boom klimmen is misschien wel handig om te kunnen zien waar de shark is. Deze boom kan ik. Palm tree kun je alleen in klimmen. Kijk, zie ik een shark ergens? Geen shark? Nee, geen shark. Alright. En anders moet ik maar gewoon even doorzwemmen. Alright, let's go. Kun je sprinten? Ik denk dat ik toch wel even met mijn raf meega. Omdat ik dan, mocht ik in gevaar komen, ik nog wel op mijn raf. Oh, daar zit hij. Kan ik hem vanuit mijn boot gaan mappen? Maar ik wil niet weer door die fucking haai doodgaan straks. Oké, wacht. Ik ga gewoon rustig blijven. Rustig blijven, mensen. Rustig blijven. Hij gaat helemaal naar beneden. Oké, hij wil mij toch wel echt pijn gaan doen, heb ik het idee, hoor. Enkele ogenblikken later. Ik weet niet waar de haai nou is. Maar als hij terugkomt, ik pak hem, oké? Ik ga hierin. Kistje, pak hem open. Open maak kist. Maak hem open. Hard case. Oké, ik weet niet wat ik nou gepakt heb, maar ik ga het even checken hier op mijn raft. Want daar zit de haai. Oké. Dat was een kloot. Oh, dan kan ik bandage maken. Oké, cool. Oké, waar is de haai nou weer? Wordt het nou. Oh, het gaat regenen, jongens. Dat is ook een update. Ineens. Toch? Het is regen, toch? Of is het mist? Ik weet niet wat het is. Maar goed, het zal wel. Oké,
terug naar binnen. Terug naar beneden. Even kijken of die haai nergens is. Wat ziet het er ineens eng uit allemaal, joh. Oké, weer terug naar beneden. Oh, dit ziet er heel eng uit, mensen. Oké, openmaken. Meenemen. Meenemen. Kun je wat is? Lightning meenemen. Zit er nog iets verder hier? Hieronder zit nog een jerrycan waarschijnlijk. Wat is dit nog? Nee, niks meer. Oké, terug naar mijn reft. Terug naar mijn reft. Oké, ga erin. Ga erin. Daar zat de haai. Kom maar, haai. Kom maar. Moet die haai echt even hebben, man. Ik vind hem niet leuk. Hij zit echt om mijn zenuwen te werken. Oh, dit is echt zo irritant. Kom, hier, kom. Wat de fuck is hij aan het doen? Oh, help mij, help mij. Dat is aardig. Voor kut haai als jij. Oké, okay, die reft kan terug. Ik laat hem gewoon deze kant op komen. Waarom pakt hij hem niet? God, ik zat echt bovenop hem, joh. Oké, dit hunten in dit spel is echt nog moeilijk. Ik heb hem toch? Kom, pak. Ik zit nou al, hoe lang ben ik al op die gast aan het jagen? Al veel te lang. Maar ik wil hem nou ook dood hebben ook, jongen. Ik heb zoveel hits al gegeven. Kom hier. Oké, bijna dood, bijna dood. Moet wel. Ik heb hem al 3 keer gehit nog. Oh, hij zit helemaal erachter. Oké, misschien dat ik die pijlstaartrog dood kan maken. Hup. Kijk, hoppa, op het droge. Kan ik hem niet open snijden of zo? Wat is dit? Een hammer. Oh, ik heb een echte hammer. Oké, cool. En een jerrycan. Oké, ik ga eerst even al die spulletjes die ik gepakt heb wegdoen. Cool, hammer. Hoef ik die ook niet meer te maken. Clothing, kan ik bandage van maken. Hammer water, jerrycan. Oké, fuck die haai dan maar. Dat doen we wel weer een andere keer. Ga ik verder. Als hij weer terugkomt, dan pak ik hem hoor. Ik ga eerst even door met het maken van een bedje. Waar is mijn mes? Waar had ik mijn mes gelaten? Hallo, het ligt hier, hè? Is dit... Nee, dit is mijn mes. Dit is... Nee, dit is ook een lightning. Waar is mijn mes? Mijn mes. Waar is mijn mes? Oh, daar. Pocket knife. Alright. Even de juka nog pakken. Want wat had ik ook weer nodig voor een bed, zei ik? Heel veel... 6 legends of zo, toch? Oké, snel een andere over dat het weer donker wordt. Ah, oh, fuck. Nee, ik ga niet weer een nacht zonder bed. Ik had niet de hele dag die fucking dingen aan moeten gaan, jongen. Oh, 4 lashing. Oké, er zijn er 4. 6 sticks, die heb ik daar liggen. Oké, ik ga gewoon even een ding maken. Dat kut high. 4 fonds, 6 sticks. Alright. Die heb ik nou, toch? Oh, het zijn er 4. Snel even een bed maken. Dan hoef ik niet nog een keer in de nacht te liggen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En alle sticks. 1, 2, 3, 4. Bad. Nice. Oh, kan ik die niet ergens anders zetten? Vorige keer kon ik toch zeggen waar ik hem wilde plaatsen. Maar goed, zal wel. Oké, en slapen. Slapen. Ah! Oké, okay. Jongen, het gaat weer intensief hoor, jongens. Ik moet en zal die haai gaan killen, maar dat ga ik de volgende aflevering nog een keer proberen. Mensen, bedankt voor het kijken. Duimpje omhoog, zo snel mogelijk. Duimpje omhoog, hoe meer duimpjes omhoog, hoe sneller de volgende aflevering is. Ik bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Ciao!